Hallo, de recreant hier. Ik heb laatst een filmpje gemaakt over mijn schouderoperatie. Die is goed verlopen, allemaal top. Maar er hoort ook een stukje revalidatie bij en dat wil ik jullie vandaag graag laten zien. Tot wat ik tot nu, na 4 weken, mag doen. Ga je nu mee? Kom. Nou, daar zijn we. Wat ik jullie eerst wil laten zien is hoe de wond er na 4 weken uitziet. Nee, nou niet allemaal gaan gillen. Hier is hij. Nou, dat ziet er toch super uit. Na 4 weken, de wond helemaal mooi rustig, mooi geheeld. Ik ben er blij mee. Maar nu, de revalidatie. Wat ik mag doen, laat ik jullie nu zien. Oefening 1. Het pendelen van de arm. Oefening 2. Het roeren in de pan. Om te proberen de arm weer zo hoog mogelijk te krijgen, kun je dit ook een beetje stimuleren door voorover te buigen. Dan gaat je arm al een beetje in de juiste hoogte staan. Dus op deze manier. En dan weer pendelen. En roeren. Ook de andere kant om. De eerste keer ben ik bij de fysio geweest en hebben deze oefeningen doorgenomen. Kijken tot hoe ver ik kom en hoe ver ik ga binnen mijn pijngrens. Nou, dat gaat goed. Nu ben ik voor de tweede keer bij de fysio geweest en dan mag ik er andere oefeningen bij doen. De volgende oefeningen komen erbij. De hand moet naar binnen gedraaid zijn, dus niet zo of zo, zo. Het rechtstandig naar boven brengen van de arm. Wordt het wat zwaar, mag ik hem ook helpen. Dat gaat goed. Ik mag ietsjes verder gaan, maar tot mijn pijngrens. Nou, dat gaat geweldig. Na 4 weken. Het heffen zijdelings mag ik ook doen. Dan niet helemaal recht, maar een beetje 30 graden naar voren. Sta ik dan zo naar jullie toe, ga ik een beetje draaien en dan ga ik zo mijn hand heffen. Kan ik ook mijn hand weer draaien. Ook horen erbij een paar krachtopbouwende oefeningen, zodat de spieren rond mijn schouder weer een beetje sterker worden. Eén daarvan is het duwen en het trekken van de arm. Het duwen op deze manier en het trekken op die manier. Ik ga even tegenaan staan. Ik hou mijn lichaam stil en ik doe het alleen met mijn arm. Dus nu ga ik duwen. En ontspannen. Duwen en ontspannen. Duwen en ontspannen. Het trekken gaat op de volgende manier. En die kant op. En ontspannen. Die kant op. En ontspannen. Nogmaals. En ontspannen. Kan ik ook met een lange arm doen. Duwen. En ontspannen. Duwen. En ontspannen. Nogmaals. En ontspannen. En het trekken doe ik gewoon langs mijn lichaam. Die kant op. En die voel ik wel een beetje, dus dat doe ik rustig aan. En ontspannen. Duwen.
En ontspan. En ontspan. Dit zijn de oefeningen die ik tot nu toe mag en kan doen met mijn schouder. Het aankleden, dat gaat allemaal prima. Mijn haar wassen, mijn hoofd. Gaat allemaal perfect. Alles wat in dit kader ligt, mag ik gewoon met mijn hand doen. Dat gaat allemaal prima. Maar nog niks zwaars boven en zijdelings. Dus alles wat erboven zit, no go. Dit was het filmpje omtrent mijn revalidatie van mijn schouder na 4 weken. Nu ga ik even een filmpje maken en dan zeg ik tot de volgende keer bij de recreant.